Boris, wat er allemaal aan elektronica boven het podium, naast het podium en op het podium hangt. Dat is allemaal mooi voor de toeschouwers. Vindt die? Maar dat zijn niet de scores die rechtsgeldig zijn op dit podium. Nee, want zelfs als een teller in de fout gaat, dan is die score toch rechtsgeldig. Ja. 57. Ja, 2 triple 18. En Lewis, 130. Triple 20, goed. Nog eentje erbij, dan mag hij naar dubbel 5. Dat mag hij, Adrian Lewis. 120. Nee, en Anderson dus, twee kansen. Gary, you require 56. Op de dubbel. De grote 16 gegooid, tops. Hij is dodelijk hoor, met zijn dubbels. Gary Anderson komt van 4-0 achter terug tot 4-3. Hij miste zijn de eerste 6 darts op een dubbel, die eerste leg. Maar vanaf dat moment is hij 3-3. Een 4-0 is nu al 4-3. Het ziet er nog een stuk beter uit. Nou, Lewis herpakt zich. Kijk eens aan. Nou, perfect moment hoor voor Anderson om 180 te gooien. Triple 20 gegooid door Lewis. Triple 11 gooit hij erbij. Dubbel 14. Van Haarna gemist. Dit is een heel belangrijk moment in de wedstrijd. Triple 20 en dubbel 14 voor Gary Anderson. Twee darts voor die dubbel 14. Hij gooit alles. Iedere dubbel verandert in goud. 4-8. Het staat 4-4. In een mum van tijd. Het is zijn podium natuurlijk, hè? Dit podium hier in Hotel Zuiderduin. 12 wedstrijden gespeeld op dit podium en nog nooit één verloren. Dat is toch een statistiek die je graag mee zou willen nemen als je tegen Phil Taylor moet. Misschien dat Taylor nog wat angst inboezemt. Ja, won hier 2 keer de Zuiderduin Masters, Gary Anderson in 2007 en een jaar later. 100. Derde 180 scoren, nu ook voor Edwin Lewis. Lewis als eerste. Anderson staat op finish, Lewis. Zet hem ver weg. 145. Anderson, dit is belangrijk. Heeft die triple nodig. En gooit hem niet. En dus Lewis weer een keer met de kans om een leg te pakken. Dubbel 9. Eindelijk is het weer Lewis. Die van 4 naar 5 springt nu. Voor betreft het aantal gewonnen legs. Weer een leg tegen de darts. En nu dus toch weer de voorsprong voor Lewis. Dat hij zijn eigen leg houdt op 6-4 komt. 100. Ja. 134.
Geen finish voor Anderson. Lewis heeft een paar triples nodig eigenlijk. Nou ja, drie triple 20's is natuurlijk perfect. Vierde maal dat hij 180 gooit in deze wedstrijd. Edwin Lewis, het brengt hem op 66. 99. En dus Lewis voor 6-4. 16 in tops. Krijgt hij 1 pijl voor de dubbel 20. Die trekt hij eronder en dan kan Anderson er weer gewoon 5-5 van maken. Via 80. 20 gegooid, hoger in om naar die tops toe te werken. En gewoon 5-5. Het heeft alles te maken met het feit dat Lewis zijn dubbels mist. In deze wedstrijd op de cruciale momenten. En nu is het weer Anderson met die voorsprong, want het staat weliswaar 5-5, maar hij staat nu aan Loki en begint met 180. Wisselende kansen. 46. Matig antwoord van Lewis. Zo. Nou, Anderson, hoe zet hij hem weg? Uitstekend. Dubbel 16 over voor de man uit Schotland. En Lewis. Ja, kan alleen maar een flinke score gooien en dan hopen. Dubbel 16. Nee. Laatste kans. Uitermate een belangrijk moment. Ja, net is een grote fan. De man staat hier in kilt. Dus ja, dan is het niet moeilijk te raden van wie die is. Anderson is de man met revanchegevoelens. Verloor donderdag in Glasgow van Lewis, maar belangrijker nog, verloor op 3 januari in het gevecht om de wereldtitel van Lewis. Ja, Anderson won van de 4 onderlinge partijen tussen deze twee mannen, maar 1 keer. Dat was wel op Nederlandse bodem. De halve finale van de International Darts League van 2007. Toen was Anderson niet te stoppen door Lewis. Zo is het lang geleden dat Gary Anderson voor de camera's in Nederland heeft verloren. Zijn laatste nederlaag. Goede huiskamervraag, maar ik geef meteen het antwoord alvast. 2006 tegen Colin Lloyd. Josh. Ja, nu de kans. Nu de kans. Anderson. Jongen. Ook hem gebeurt het. Hij mist de grote 20. En dus krijgt Lewis alsnog de kans om er 6-6 van te maken. 32. Nou, ook hij faalt. Anderson. 3 pijlen voor 7-5. Tops. En meteen raak. En 7-5 wordt het voor Gary Anderson. Lewis, de regerend wereldkampioen, haalde voor zijn wereldtitel 3 keer de kwartfinale bij het WK. Verloor 1 keer van Peter Manley. Verloor 1 keer van Kevin Painter. En verloor 1 keer van Mark Webster in de kwartfinale. 100. Nou, Lewis, kan die terugkeren in de wedstrijd?
Weet dat hij drie legs op rij moet winnen. En dat is. Zijn zesde in deze wedstrijd. Zijn 17e van vanavond. Want we hebben onze wedstrijd natuurlijk vanavond gespeeld. 4-0 achter stond hij. Van de laatste 8 legs heeft hij er 7 gewonnen, Gary Anderson. Lewis doet er wel alles aan om het Anderson zo moeilijk mogelijk te maken. Maar Anderson gaat staan aan de hockey voor de winst. En een plek in de halve finale tegen Phil Taylor. Triple 19 gegooid, dubbel 12 gegooid. En Gary Anderson wint weer hier in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Hij verslaat regerend wereldkampioen Aaron Lewis. En daarmee staat de schot in de halve finale tegen opnieuw Engelsman. Tegen niemand minder dan de nummer 1 van de wereld, Phil the Power Taylor.